Welkom allemaal, welkom alle aanwezigen hier en ook mensen thuis, want het is via een livestream te volgen. Ik ben heel blij dat u er bent, dat u misschien enige coronaschuw heeft moeten overwinnen. En mijn welkomstwoord is ook namens Herman Hertzberger, de uitgeverij Atlas Contact en Tivoli Vredenburg. Mijn naam is Christine Brinkgreven en ik ben de auteur van het boek over Herman dat we vanmiddag ten doop houden. Ik ga straks het eerste exemplaar geven aan Hedy D'Ancona. Maar voordat ik dat doe, wil ik even iets vertellen over het boek. Want wat brengt een socioloog, wat ik ben, ertoe om een boek te schrijven over een architect? Nou, die vraag is me herhaaldelijk gesteld en ik heb een antwoord. Herman is de meest sociologische architect die ik ken. Zijn ruimte is altijd relationele ruimte. Hij richt zich op contact, op interactie. Hij wil mensen bij elkaar brengen en bij elkaar houden. Sociale cohesie bevorderen in onze taal, sociologentaal. Hij richt zich op de sociale waarde van gebouwen. Hij ziet architectuur als sociale opgave en hij richt zich vooral op de materiële condities, het scheppen van materiële condities voor samenleven. Nou, raakvlakken genoeg dus. Maar er is meer. Ik ken Herman eigenlijk al ruim 50 jaar. Hij was goed bevriend met mijn eerste man, een architect, Wiek Reuling. Herman was toen bezig met Centraal Beheer, een kantoorgebouw in Apeldoorn. Een van de iconische kantoorgebouwen van de vorige eeuw. Ik leerde zijn gezin kennen, zijn vrouw Hans, zijn drie kinderen, die hier ook allemaal aanwezig zijn. We hadden geregeld contact, dat was ook prettig, vriendschappelijk. Maar goed, ik was jong getrouwd en jong gescheiden. Het contact verminderde. Ik kwam Herman nog geregeld tegen op de Albert Cuyp, waar hij boodschappen deed met zijn vrouw. Ik volgde je via de media. Je hebt je sporen achtergelaten, nagelaten. De zaal waarin we nu zijn, Vredenburg. Het Centraal Beheer, wat ik ook net noemde. Misschien het gebouw waar een aantal van u ook vroeger gewoond heeft. Het studentenhuis aan de Weesperstraat in Amsterdam. Maar ook het ministerie van Sociale Zaken, het Chassé Theater in Breda. En ook heel veel scholen waar u misschien ook op gezeten heeft of uw kinderen. En al die scholen dragen zijn signatuur. Oh ja, dat vergeet ik. Ook ik heb intussen niet stilgezeten. Ik heb sociologie gestudeerd. Ik heb veel geschreven. Ik heb me ook vooral bezig gehouden met de relatie tussen mannen en vrouwen, ouders, kinderen. Eigenlijk het dagelijks leven, het dagelijks gedoe. Want het dagelijks leven brengt ook altijd heel veel gedoe met zich mee. Maar ons contact verdween wat naar de achtergrond. Tot 10 jaar geleden, zomer 2011, mijn eerste man overleed. Herman belde me op, vroeg of ik dat wist, vroeg of ik naar de begrafenis ging. En hij nodigde me uit om vlak na de begrafenis bij hem thuis, bij hun thuis, te komen lunchen. En dat heb ik gedaan en dat deed me veel. Het was voor mij weer een soort thuiskomen in een hele vertrouwde sfeer. We raakten in gesprek. En eigenlijk bleek er ook een grote vertrouwdheid in thema's. En jij vroeg waar ik mee bezig was. Ik was toen bezig met een boek, Het Verlangen naar Gezag. Hoe in een cultuur van vrijheid en gelijkheid ook een enorme behoefte is aan een sterke man of een vrouw. Aan iemand die weet hoe het moet. En jij zei toen bijna opgetogen, daar ben ik nu mijn hele leven mee bezig. Met die spanningsverhouding tussen vrijheid en structuur. Hoe vrijheid structuur nodig heeft omdat het anders chaos wordt. Maar ook hoe structuur vrijheid biedt. En dan vertel je altijd over, laat het gridpatroon zien. Bijvoorbeeld in Manhattan, maar ook in andere steden.
En maakt duidelijk dat zo'n vaste structuur juist ook weer heel veel mogelijkheden biedt tot variatie en ook tot verandering. We bleken veel meer thema's. Dat bleek zo in de loop van de gesprekken, want ik bleef je opzoeken. En dat was natuurlijk het belang van contact, van interactie. Ook van de publieke ruimte en de terloopse ontmoetingen die je daar kan hebben. Het thema ook, wat jouw thema is, wat mensen met ruimte doen, maar ook wat ruimte met mensen doet. De impact van de omgeving, de sociale omgeving, de fysieke omgeving. Nou, ons contact bleef, die werd 85, dat werd groot gevierd in het academie, niet in de, niet het academiegebouw, hoe heet dat ook alweer? Bouwkunst in Amsterdam. Groot feest ook, je hield een toespraak, bevlogen zoals altijd. En we kregen, alle mensen die uitgenodigd waren, kregen bij het afscheid een grote doos mee met 85 vellen die vol waren met citaten en tekeningen en fragmenten en ontwerpen. En heel elementair, de basics van hoe mensen hun omgeving begaanbaar maken en bewoonbaar maken. Je vertelde me, ja, alles zit daarin, mijn hele oeuvre zit daarin. Maar ik krijg het niet meer tot een vloeiend geheel, tot een lopende tekst. En toen bood ik heel spontaan aan, zal ik je daarbij helpen? En dat was het begin van onze samenwerking die uiteindelijk tot dit boek heeft geleid. En het boek heeft zich heel organisch ontwikkeld. Het was een tijd lang zoeken naar vorm en naar structuur. Eigenlijk is het bijna 3 jaar durend gesprek, vrijdagochtend, om de week, soms elke week, aan de tafel, bij de keuken, met uitzicht op de tuin. Ik nam altijd scones mee. We kregen ook zo onze gewoontes. Ik wist de weg in de keuken. Soms lag er een krantenknipsel op tafel, dat je verontwaardiging had gewekt of je irritatie. Het was eigenlijk altijd levendig, nooit saai. Ik kwam er ook altijd opgewekt van terug. Soms wel even de onrust, ja, we praten nu wel leuk, maar hoe kan dit nou ooit een boek worden? Eigenlijk had ik daar altijd wel vertrouwen in, want de thema's die kristalliseerden zich steeds helderder uit. En er ontstond gaandeweg een structuur die ook wel wat veranderde, maar er kwam toch een structuur die ook de structuur van dit boek is geworden. En naast de gesprekken met Herman heb ik ook veel andere gesprekken gevoerd met familie, die hier voor een groot deel is, heel fijn. Met collega's, met mensen van zijn bureau, met de gebruikers van zijn gebouwen. Want ook dat is belangrijk voor zijn werk en wat gebruikers met zijn gebouwen doen. En er zitten hier ook een paar gebruikers in de zaal. Het boek heeft een hybride vorm gekregen. Het is een mengvorm van memoirs, dialoog en beschouwing. Het is eerder een portret dan een klassieke biografie. Het is geen geëikt architectuurboek. Het gaat over een ontmoeting tussen vakgebieden, dus de architectuur en de sociologie. Ik ben de auteur, Herman de geportretteerde, maar het boek is een product van onze samenwerking. En daar kwam in de laatste fase Eliane Beijer bij. Ik weet niet waar ze zit, maar ik hoop dat ze ergens zit, want dat was echt ongelooflijk wat jij, Eliane, ik spreek je maar toe zo, hebt gedaan. Je hebt zo een gevoelsprecisie voor het beeld, maar ook voor het woord. Je begreep zo goed waar het boek over ging. Je hebt zo lang ook met ons gezocht, precies naar de goede, dat ook het beeld het woord niet overwoekerde. Je hebt echt het beeld bij het woord gevoegd, waardoor Hermans visie en zijn werk helderder werd en het woord ook meer relief en betekenis kreeg. Dank ook aan de uitgever, aan mijn redacteur Caspar Dullaert, maar ook de andere mensen uit de uitgeverij. Het is echt prachtig hoeveel ruimte jullie hebben gegeven om de tekst en het beeld zo mooi en zo bijzonder vorm te geven. Dank ook aan Tivoli Vredenburg voor het gastvrije aanbod deze zaal vanmiddag te mogen gebruiken als eerbetoon aan de architect. Een heel bijzonder geschenk. Dank ook alvast aan alle mensen die straks iets zullen doen. Maar dat is ook weer een andere. En dank tot slot, Herman, voor jouw vertrouwen. Voor de tocht die we samen ondernamen en volbracht hebben.
En graag wil ik nu het eerste exemplaar geven aan Hedy d'Ancona. Je hebt Herman meegemaakt als minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Je hebt veel hart voor de architectuur. We hebben ook al een aantal keren van tevoren gepraat. En veel hart voor de sociaaldemocratie. En daarin zit ook een grote verwantschap met Herman. Het oog voor het belang van de publieke ruimte. En het is me een grote eer om het eerste boek aan jou op te dragen of te overhandigen. Nou, Hedy. Ja, dit is een ongelooflijk moment. Ik hoop ook voor Christine. Want ik was natuurlijk ontzettend vereerd en gestreeld dat ik het eerste exemplaar van dit enorm belangrijke boek in ontvangst mocht nemen. En ik vond het jammer dat ik niet bij het gesprek aanwezig was waarin Herman dat met Christine besprak. Want dan had ik misschien nog meer reden om vereerd te zijn, maar ook de kans dat ik dat iets minder zou zijn. Enfin, dit is het resultaat. Het is niet anders. Vereerd en gestreeld, maar eerlijk gezegd ook een beetje ontroerd. Ontroerd omdat deze middag het boek hier gepresenteerd wordt in deze ruimte. Dat vind ik heel bijzonder. Omdat het Hermanszaal is. Hermansplek. Die hij tussen 73 en 78, denk ik, is dat goed? Oh ja. Later, 78, 79. 79. Het is niet helemaal goed. Nou, we houden contact. Dan kan je me nog eens herstellen hier en daar. Graag. Ik mag trouwens niks over de inhoud van dat boek eigenlijk zeggen. Want anders voelt u zich een beetje verraden. Omdat ik het eerste exemplaar gekregen heb. Dat is ook zo. Dat doe ik ook niet. Dat zou ik ook niet kunnen in het bestek van de mij toegemeten tijd. En ik denk ook niet dat dat nodig is. Want ik kan wel wat zeggen over Herman en over Christine. Omdat ik gedurende het proces, en Christine zei dat al, toch af en toe een glimp kreeg van de ontwikkeling. En van het proces waarmee ze bezig waren. En ik verheugde me daar ook over. Ik zei al, tot 79 viel, dat mij dat zoveel goed doet. Dat deze zaal behouden is. En ontkomen aan de destructieve drive die er vaak in onze samenleving heerst om dingen waaraan zoveel waarde toegekend kan worden te koesteren en te bewaren. En heel vaak gebeurt dat niet. En dat is hier wel gebeurd. Op een heel bijzondere manier. Niet alleen dat Herman toch een heel eigenzinnige concertzaal heeft gebouwd. Nog steeds, geloof ik, uniek. Behalve in Berlijn. De Berliner Philharmoniker heeft ook een zaal waar mensen rondom zitten. Ik vind dat ook een fantastisch idee. Ik zit in het concertgebouw ook altijd graag op het podium. En dat zijn nog de goedkoopste plekken ook. Terwijl, je hebt absoluut gelijk. Waar kun je beter zowel luisteren als kijken en daardoor beter luisteren dan wanneer je bijna in aanraking bent met de muzici die dat geluid maken. Maar het was dus iets heel bijzonders en dat is gelukt. En Hermans visie, die in al zijn publieke gebouwen aanwezig is, daarom ben ik zo'n aanhanger natuurlijk. Ik heb op de sociaaldemocratie heel wat meer kritiek, zoals dat tegenwoordig gaat, dan op Hermans visie, die wij samen zo'n beetje in de jaren 60 ontwikkelden. We waren toen al grote mensen, maar
dat kleeft nog steeds aan ons. En toen ik Herman ging volgen in die tijd, toen dacht ik, wat moet het heerlijk zijn om datgene, de visie die je hebt op de samenleving en op het leuke en beter maken van de samenleving, dat je die visie niet zoals ik via een babbel naar buiten moet brengen, maar dat je het kunt concretiseren in gebouwen, in publieke gebouwen, in scholen, in cultuurgebouwen, in kantoren, in ministerie is het. Was dat één, heb ik ook nog wel eens gezeten. Maar dat is natuurlijk fantastisch. En daar was ik heel erg jaloers op. En ik vond ook dat hij dat foutloos deed. Maar wat gebeurt er? Heel vaak, de visie is er en de visie wordt geconcretiseerd op de meest fantastische manier. Je mag van Herman nooit zoveel over esthetiek praten. En daar ben ik daar zo dol op. Want ik vind het gebouw ook heel erg mooi. Doe je oren maar dicht. Want daar gaat het niet om in het leven. Ik vind van wel. En daarom zeg ik het gewoon. Het is een totale bevlogenheid voor de architect Herzberger. Zowel wat de esthetische schoonheid als de geconcretiseerde ideeën betreft. En een van die ideeën is hier dus gerealiseerd. Namelijk dat het gebouw de transformatie doormaakte. Dat gebeurt bijna nooit. Terwijl hij altijd zegt, het is niet voor de eeuwigheid. Het moet de tijd vooruit zijn. Maar ook voorbereid op een toekomst. En als die toekomst er is en erom vraagt, dan moet het gebouw er een antwoord op kunnen geven. En hier is dat gebeurd. En op zo'n fantastische manier. Namelijk, dit is behouden. En alles wat hij daarmee bedoelde, zowel over dat contact tussen de publiek en de muzici, over de ontmoeting tussen mensen. En daaromheen zijn door zijn jongere collega's zalen gebouwd voor andere muziek. En dat alles is omgeven door een... dit kan ik dus vertellen omdat ik het gezien heb, door een ontmoetingsruimte. Dat is typisch Herman natuurlijk. Of die anderen er nou mee eens zijn geweest, weet ik niet. Maar die is er, dat is Herman. En met dat hele mooie, bijzondere dak eroverheen. Het is een gebouw als een stad. Die mensen zijn ook niet alleen maar die oude mensen zoals ik, die het concertgebouw en de klassieke muziek beminnen. En waarbij je nooit meer een jong mens ziet. Nee, in dit gebouw kun je door die verschillende muzieksoorten en door de inclusiviteit van de klassieke muziek die er ook bij hoort, iedereen ontmoeten en verschillende mensen ontmoeten en ook jonge mensen ontmoeten. Het is werkelijk de stad in het gebouw en het gebouw wat de stad binnenkomt. Het is een handreiking van twee kanten en dat is heel erg fijn dat dat is gelukt. En daarom was ik zo ontroerd en zo vond ik het zo bijzonder dat dat boek hier werd uitgereikt. Lieve Christine en lieve Herman. Ik geef dus geen samenvatting van dat boek, want dat ga ik nog een keer lezen. Het is zo bijzonder dat jullie elkaar 3 jaar lang in een grip hielden. En ik dacht ook, ik moet eerlijkheidshalve zeggen, dat haar leuke beschrijving van de vrijdagochtenden overeenkomt met wat ik van Christine hoorde. Maar dat ik dacht, ja, maar ze gaat ook vaak laten zien wat ze al geschreven heeft. Het resultaat van het vorige gesprek. En ik zou Herman niet kennen als ik niet zou denken dat Herman dan heel vaak had gezegd, nou, ik heb nog een kleine aantekening hier en daar. En dat heeft ze verdragen. Dat heeft ze gewoon verdragen. En ze heeft alleen maar in vrolijkheid en in passie over deze totstandkoming van dat gezamenlijke werkstuk tegen mij gepraat. En die passie, Christine heeft het zelf al gezegd, is bij haar eigenlijk, zij had vruchtbare grond. Ze had een vader, Geurt Brinkgeven, heb ik ook nog gekend, moet je nagaan, hoe oud, diep in de vorige eeuw. En
Geurt was natuurlijk, stond bekend en heeft haar kennelijk ook doordrongen van het belang van ons ouderen, van de oudere architectuur, van ons architectonisch erfgoed. En alles altijd in het werk gesteld om daar voorzichtig mee om te gaan, om het te behouden waar het kon. En hij is daar behoorlijk succesvol in geweest. En dan haar man Wiek Reuling, die ik ook goed heb gekend. Een leeftijdsgenoot. En deze jonge dame, wat zij dus was, trouwde met deze bevlogen architect die haar in aanraking heeft gebracht. En haar inderdaad tot die gepassioneerde houding die zij ten opzichte van de architectuur heeft. Dat komt inderdaad door de vader. Boekjes geloof ik ook aan je vader opgedragen, Christine. Nou. En aan Wiek, die is overleden, heeft ze dat ook te danken. Want ik weet, omdat ik hem kende, hoe ontzettend bevlogen hij over architectuur kon praten. En hoe die je door zijn ogen liet zien waar je op moest letten. Nou, dus behalve haar sociologische kennis, zat er die gepassioneerdheid om jaren achtereen hiermee bezig te zijn op die, op de manier zoals zij dat heeft gedaan. En dat is een hele bijzondere manier, want Christine kan heel goed luisteren, is heel empathisch. Dat is niet alleen in dit geval, dat heeft ze sowieso. En Christine heeft heel veel geschreven en kan ook heel goed schrijven. Heel goed schrijven, heel toegankelijk. Nooit als een professor, die ze dus is, maar alsof ze je toespreekt. Ze luistert en ze schrijft het op en dan spreekt ze je toe. Heel bijzondere eigenschappen. En wel haar wetenschappelijke achtergrond, haar studie en wat erop volgde, heeft haar natuurlijk wel getraind in het stellen van de juiste vragen waarom het vaak gaat in het echte leven. En vervolgens om een ontdekkingsreis waarin ze je aan de hand meeneemt om achter de vraag te komen, achter het antwoord op de vraag te krijgen. Wat en hoe ontstonden nou de drijfveren bij iemand als Herzberger om tot die visie te komen en die visie ook tot uiting te brengen in datgene wat hij bouwde? Nou, dat heb ik nogmaals, dat kan ik niet allemaal vertellen, maar ze heeft het zelf al gezegd, je neemt het naar je hand. En iedere keer dat zij mensen bevraagt, gebruikers van gebouwen, of medewerkers, of collega-architecten, komt ze een beetje dichter op die verkenning bij het antwoord op die vraag. Wat zit daarachter? Hoe en wat is te verklaren dat iemand zijn leven lang bezig is met het beter maken, het mooier maken van de samenleving en daarvoor handreikingen te doen naar de mensen, de kinderen die in zijn gebouwen verblijven. Je komt een eind op weg, verzeker ik u, maar ik heb dat alleen maar gehoord, door dat te lezen. En de fijne manier waarop ze je aan de hand meeneemt mee te maken. Wel, ik moet zeggen dat ik ontzettend blij ben dat het boek er is. Ik hoop dat heel veel mensen er net zo naar verlangen als ik om het te lezen en van A tot Z. En ik feliciteer eigenlijk Herman met dat je iemand op je pad vindt die zo ontzettend trouw is aan jou en je gedachten en ideeën. Dat is werkelijk een vondst, één uit miljoenen. Daar mag je mee gefeliciteerd worden. En ik natuurlijk, met deze man en dat rijke verleden wat op allerlei manieren nog is waar te nemen. Jullie kunnen blij zijn met elkaar. En wat heel bijzonder is, echt heel bijzonder, dat jullie zo'n vertrouwen in elkaar hadden. Dat is echt iets waar je voor de rest van je leven plezier van zult hebben. Nou, beste allemaal, ik hoop dat jullie ook gretig aan de gang gaan. Ik in ieder geval wel, maar ik blijf nog leven. En ik
Ik dank nogmaals Herman en Christine dat ik dit exemplaar in ontvangst mocht nemen en jullie iets kon vertellen over mijn bewondering voor zowel de scribenten als de architect. Dank u wel. Dank Hedy voor jouw mooie inspirerende woorden. Ik blijf ook altijd benieuwd naar jouw recept voor eeuwige jeugdigheid. Dat hoop ik nog ooit te horen. Dank. Mijn naam is Erik Koenen. Christine heeft mij gevraagd om een deel van het programma, om daar de regie op te nemen. Afkomstig uit de bedrijfswereld schreef ik een aantal jaar geleden een keer een boek over het anders inrichten van organisaties. Ik raakte direct enorm geïnspireerd door het denken en het werk van Herman. Want zijn denken en werk gaat veel verder dan de architectuur. En om dat van hem zelf te gaan horen, Herman, nodig ik jou graag uit om jouw visie met ons te delen. Ja, dankjewel. Ja, ja, het is een beetje overweldigend wat er hier op het ogenblik gebeurt. Ik had dat natuurlijk niet verwacht en ben daar een beetje door beduust. Ik bedoel, de meeste mensen die moeten wachten op hun begrafenis om zoiets mee te maken. En ik heb dat nu al en ik ben nog springlevend eigenlijk, ja. En Hedy, dank je wel voor dit prachtige verhaal. Wat zou de wereld zonder jou moeten doen? Dat weet ik niet. Moet ik eens over nadenken. Ik ga in op wat er als titel van het boek is. De ruimte van mij dus. Ja, daar moet ik dan dus toch wel een beetje een toelichting op geven, misschien wat die ruimte dan is. En dat gaan we proberen nu. Dit zijn voor mij twee sleutelplaatjes. Aan de linkerkant zie je dus een echt architectonisch monument. Super mooi, en over esthetica zullen we het ook nog hebben. Geweldig, maar het probleem daarvan is dat het massief is. Je vindt wel eens een steenklomp met een fossiel erin. Zo zit hier ook een verdroogde fossiel zit erin. En voor de rest is het massief. Het is dus eigenlijk het tegendeel van ruimte. En op het rechterplaatje zie je dus het volstrekte tegendeel daarvan. Je ziet dus daar een ruimte die dus als het ware gevormd is uit het landschap. Een beetje bijgehakt zo. Maar in principe was die er al. En heeft dus de piramide geen binnen, geen inhoud. Het Epidaurus heeft geen buitenkant, heeft alleen maar een binnenkant. En is daarom voor mij het favoriete gebouw. Gebouw zonder buitenkant en alleen maar een binnenkant. Dat is zoals het eigenlijk zijn moet. En dit is een beetje hetzelfde. Je ziet hier ook piramides. Deze piramides die zijn bedoeld om auto's tegen te houden, zodat ze niet op het trottoir komen. En aan de andere kant zie je ook dingen die ervoor zijn dat de auto's niet op het trottoir komen.
Maar het verschil is voor mij wezenlijk. Namelijk, die aan de rechterkant, die hebben behalve dat ze dus auto's tegenhouden, ook dus nog de mogelijkheid om op een andere manier geïnterpreteerd te worden. En dan niet alleen door individuen, maar ook door hele clusters van mensen. En dat soort dingen heeft mij op een idee gebracht, dat je dus eigenlijk dingen zo kunt ontwerpen dat ze een extra ruimte hebben, behalve waar ze voor bedoeld zijn, dus hun functie. Dat je behalve die functie er ook een openheid, een ruimte in kunt brengen voor andere interpretaties. En dat is dus eigenlijk precies mijn onderwerp geworden. Ik heb dus in een van mijn scholen heb ik ook een blok, ja, hoe ik daar opkwam. In principe dus, ja, ik heb nooit een idee uit het open raam gekregen. God heeft mij nooit een idee gegeven. Het is altijd, als het ware, kijken om je heen en dingen vinden en denken, hé, daar zou ik iets mee kunnen. En ik heb een hele serie plaatjes, maar geen tijd om te laten zien wat er allemaal met dit blok in die school gebeurt. De schoolleiding die was er erg tegen. Die zei dan, het is een open ruimte, die moet je open houden. En ik was erg koppig. En ik heb dus iets gemaakt. En tijdens lunchtijd worden daar dus de broodjes opgezet. En wanneer er iemand een opvoering geeft, gaat hij daarop staan. Dat blok is gewoon een magneet voor mensen en een magneet voor allerlei dingen die er kunnen gebeuren. En toen dacht ik, dan ga ik ook het negatief ervan maken. En dat bleek dus eigenlijk, het is precies dezelfde afmetingen, maar dat bleek dus echt een omsloten ruimte te worden waar de mensen graag dus bij elkaar zitten en in dit geval voorgelezen worden. Ja, ik zie ook mijn kinderen zitten, maar daar gaat het nu niet om. En dat blijkt, dat zijn plekken waarvan je niet kunt zeggen wat hun functie is, en die dus eigenlijk ruimte bieden aan allerlei dingen die zich voordoen. Ja, en dan kom je in Rome en dan zie je het prachtige Piazza San Pietro. En dan komen die kolommen van Bernini, die helemaal volgens alle regels van de klassieke orde zijn gemaakt. Maar dan zitten daar gewoon op die plint allemaal mensen. Zitten daar gewoon op. En zo formeel als deze architectuur is, die staat wel toe dat je daar gewoon eventjes kunt gaan zitten. Dat is ook voor mij weer een inspiratie geweest. Het is volgens mij gewoon kijken wat er is en daar iets mee doen. Volgend stapje uitvoeren. Voor mij is het nooit, het is mij nooit gegeven om een grandioos idee van, nu moet ik de wereld veranderen met dit of dat project. Dat is mij nooit gelukt. Ze hebben mij nooit zo'n idee gegeven. Ik ben altijd gewoon kijkend en werkend het volgende stapje gaan doen. Dus zo kwam ik erop om te denken, ja, je kan kolommen eigenlijk gewoon voorzien van een plek die dan meteen weer een middelpunt wordt voor spelletjes en voor zitten en voor met elkaar contact hebben. Zo is dat eigenlijk ontstaan. En toen ik in New York was, zag ik daar die majestueuze treden op naar de bibliotheek van Columbia University.
En die treden zijn natuurlijk bedoeld om de mensen als het ware ja, doodmoed te maken. Voordat ze dus eigenlijk aan die wetenschap daar toekomen. In ieder geval beseffen ze boven wel dat ze er wat voor gedaan hebben. Dat je niet zomaar tot de wetenschap mag doordringen. En dat werd volledig tegengesteld gebruikt. Er zaten allemaal mensen die zaten daar te luisteren naar een man die daar een verhaal stond te vertellen. Dat was trouwens een vrij revolutionair verhaal, maar dat doet er niet toe. En toen, dat heeft mij op het idee gebracht om zoiets te maken in een school. En ja, god, ik heb tientallen plaatjes ervan, maar we moeten het natuurlijk een beetje beknopt houden. Dus, en er is tot mijn grote verbazing en ook wel een beetje vreugde, is er dus geen school meer die gebouwd is sindsdien, die niet zo'n trap heeft. Het is gewoon een voor de hand liggend idee. Ja, het ligt voor de hand, maar je moet het wel grijpen natuurlijk. En dan kom ik dus een grote les van de grootste architect van de 20e eeuw, Le Corbusier. Ja, daar kun je nou allemaal onaardige dingen over zeggen, maar dat moet je niet bij mij zijn. En wat die maakt, heeft mij enorm geïnspireerd. Namelijk zo'n niche. Je zult zeggen, wat moet ik daarmee? Nou, je moet daar iets mee, want dat dwingt jou om daar of een Mariabeeld in te zetten, of een plantje, of een souvenir die je van een reis hebt meegenomen. Maar en dat in een ander gebouw heeft hij hetzelfde gedaan op een andere manier. Maar wat het voor mij bewijst, is dat een architect is die aan het leven van mensen denkt. En dat komt niet veel voor. Er zijn weinig architecten die zich met mensen bezighouden. De meeste architecten vinden de aanwezigheid en het gedoe van mensen vinden ze niet een vervulling, maar een vervuiling. En ik ben toch altijd op zoek geweest naar de voorbeelden waar dat anders lag. Dus die ruimte, die kleine ruimte, die dus de mensen uitdaagt om iets mee te doen, die dus eigenlijk tot die mensen spreekt. Zo, hier ben ik, doe iets met me. Of niet, als je dat niet wil, geen probleem. Dat vind ik eigenlijk een van de essenties van architectuur. En op het dak heeft hij het meest prachtige landschap gemaakt. Wat deze foto, die ontroert me altijd. En daar besluit het boek ook mee. Dat is toch een les voor architecten. Om zich ook eens met kinderen bezig te houden. Kinderen zijn ook mensen. Niet alleen zijn het ook mensen, maar misschien zijn het wel de belangrijkste mensen die we hebben. In ieder geval, als de wereld over 100 jaar ten onder gaat, waar grote kans op is. Ja, ik maak dat niet mee en jullie waarschijnlijk ook niet, maar het gaat toch wel die kant op. Er zijn de enigen die de wereld kunnen redden, zijn de kinderen. Dus we zouden eigenlijk nu met die kinderen, mensen die nu kleine kinderen zijn, zouden we echt moeten beginnen om duidelijk te maken dat we op de verkeerde. Nou ja, ik ga niet over het klimaat praten, dat is natuurlijk onzin. Kijk, dit is nou schoonheid. De schoonheid van Disneyland, van
de Efteling. Dit is een van de architecten van de top 10. Ik ga niet zijn naam noemen, want hij kan zichzelf goed genoeg verkopen. Die dus in Arl, en we kennen allemaal Arl met alle connotaties, zo een soort van, kijk, dat noemen ze nu schoonheid. En dat, Hedy, is waarom ik een beetje moeite heb met het woord schoonheid. Dat we zeggen, omdat er dan een hoop mensen aan dit soort pulp denken. En natuurlijk is schoonheid het allerbelangrijkste. Maar schoonheid en niet dit soort voor schoonheid doorgaande onzin. En daardoor worden wij omringd. En wat men tegenwoordig cultuur noemt, is voor het grootste gedeelte in mijn ouderwetse ogen, maar ook misschien in jouw ouderwetse ogen, pulp. Huh? En daar ben ik niet gek op. En dan hebben we hier dus nog een paar kleine kinderen die dus geprobeerd hebben, kinderen van reuzen weliswaar, die dus geprobeerd hebben een paar blokken op elkaar te zetten. En dat is nog niet helemaal gelukt, want hun coördinatie is nog niet helemaal zoals die dus moet zijn. Maar, ach, laat die mensen, als ze dat nou leuk vinden en als ze denken dat ze daarmee een nieuwe opdracht krijgen, nou ja, is best. Maar het probleem zit ergens anders. Het probleem zit binnenin dat gebouw. Want om dit te maken, en dan moet je een soort van elementaire kennis van de toegepaste mechanica voor hebben, moet je helemaal massief maken om die overstekken te kunnen maken. Dus de prijs die je betaalt voor het vrij zwevende is een enorme hoop beton in het centrum, daar waar nou precies de ruimte van het gebouw zou moeten zitten. Daar waar de ruimte van het gebouw zou moeten zitten is massief, zoals die piramides. En dat is waar ik me toch wel een beetje bezorgd over maak. Kijk, hier heb je nog een toparchitect. Ik heb nu 3 toparchitecten uit de top 10 van de wereld. Laat ik jullie zien. En die heeft dus ook echt zijn best gedaan om superarchitectuur te maken. Je moet een stil, fantastisch, zo'n hele constructie. En om dat zo in de trap te zetten. Nou ja, zeg, hoe bedenk je het? Hoe bedenk je het? Maar het probleem wat ik ermee heb, is een klein probleempje. En dat is, als je dus een beetje die leuning nodig hebt, dan gaat er iets helemaal mis. Dat kan je toch niet maken, jongens. Laten we toch ophouden met deze onzin. Ik bedoel, ga nou eens een beetje denken aan hoe mensen leven, wat de problemen van mensen zijn. Hedy heeft het begrip begaanbaarheid genoemd. Dit is toch een vorm van begaanbaarheid. Je moet toch gewoon proberen als architect de wereld, die dus ingewikkeld genoeg is en waar genoeg valkuilen zijn, dan moet je toch als architect, als toparchitect, niet nog even een valkuil bijmaken. Dat gaat dus echt gewoon te ver. Ja, ik weet niet wat er valt, maar het is heel goed. Kijk, dit is een andere leuning. Kijk, zo moet je volgens mij de wereld maken. Ik bedoel, je kunt natuurlijk prachtige speelplaatsen maken als pleister op de wonden van een verkeerde stad. Maar een goede stad, en ik denk dat Aldo dat met me eens zou zijn, maakt zichzelf tot speelplaats. Het was ook Aldo die dus zei dat een... ik bedoel dus Aldo van Eyck, ik neem aan dat jullie dat begrepen. Die zei ook, een stad die goed is voor kinderen is ook goed voor volwassenen. Wij moeten de stad maken die goed is voor kinderen. Dat is onze opgave. En niet dit.
Dit zijn opbergsystemen voor mensen. En dat is eigenlijk vrij dramatisch. Je kunt erom lachen, maar eigenlijk valt er niks te lachen. Het is natuurlijk een poging geweest om sociale woningbouw te maken. En dat kan niet duur zijn, dat moet dus zo goedkoop mogelijk zijn. En dan krijg je dit soort onzin. Een soort van onzin waar je toch eigenlijk diep triest van wordt. En dat is niet één gebouw in de Bijlmer, maar dat is duizenden, honderdduizenden van die gebouwen over de hele wereld. En ik had natuurlijk nog meer voorbeelden kunnen noemen. Maar goed, we moeten het even kort houden. En dan krijg je dus dat je op deze manier in je woning moet komen. Duizenden, honderdduizenden kilometers galerij zijn er gemaakt om mensen naar hun woning te krijgen. En op het linkerplaatje de begane grond. De begane grond is het belangrijkste van een gebouw. Dat is het contact met de straat. En dat maak je dan voor bergingen en voor auto's. Ja, zijn die mensen... wie was het? Wie is dat die dat zegt? Ben ik nog gek of zijn zij nog gek? Iemand moet er hier gek zijn. En ik wil het graag op me nemen, maar... Louis van Gaal was dat die dat zei, ja. Ben ik nog gek of zijn die anderen gek? Naar mijn gevoel is er iets met het architectenvak helemaal mis. En ik laat ook geen gebouwen zien. Ik laat een aantal incidenten zien. En hoe eenvoudig zou het geweest zijn... Hoe eenvoudig zou het geweest zijn om hier een klein uitbouwtje te maken... waar je gewoon even met je buren zou kunnen roddelen... van mijn part, wat dan ook. En ik heb zoiets gemaakt op verschillende plekken... en ik merk dat dat ook werkt. Het werkt gewoon. Want mensen zijn allemaal geïsoleerd van elkaar... krijgen flatneurose omdat ze dus de muziek van hun buren moeten aanhoren. Maar dat komt omdat ze natuurlijk van die buren geïsoleerd zijn. Het individualisme waarmee die hele architectuur... alleen maar muren tussen de huizen heeft gemaakt. Dat is dus een ramp waar we werkelijk iets mee moeten. 1917 werd deze galerij, en het is op die foto moeilijk te zien dat het in de lucht is. Het is niet op de begane grond dit. Werden betere galerijen gemaakt. We zijn hard achteruit gegaan. We zijn hard achteruit gegaan met onze architectuur. En vandaar dat ik denk, ja, ik kan het woord architectuur eigenlijk niet meer zo goed horen. Want het is toch eigenlijk in het algemeen pulp. En kijk eens, de straat zijn we helemaal kwijtgeraakt. Het belangrijkste van de stad... zijn stoeptegels. Zijn gewoon tegels. Groen is ook wel leuk. Maar dat is ook een soort van misvatting. Dat de stad helemaal groen gemaakt wordt. Je moet tegels hebben waar je op kunt tekenen. Dit zijn de kinderen die nu eindelijk eens een keer verlost zijn van hun ouders. Die ze allemaal zeggen wat ze allemaal niet mogen doen. Die even verlost zijn... van de school, waar een schooljuffrouw of een meneer is... die ook zegt wat je allemaal niet mag doen. Die nu eindelijk hun eigen verantwoording hebben. Daar leren ze dus de verantwoordelijkheid. Leren ze grenzen kennen en leren ze andere mensen kennen. Dat is belangrijk voor de stedenbouw. En dat is dus wat er in onze steden eigenlijk een min of meer mist. Dit is dus... een beeld wat jullie misschien op den duur vertrouwd overkomt. Want dat staat dus op de,
op dat boek. En dat is eigenlijk de gedachte dat je... dat je gezicht hebt op wat er buiten is. En, nou ja, hier staat dan een mannetje. Maar overal over de wereld is dat hetzelfde. En dat andere beeld is van Nias, ergens bij Sumatra. En dan zie je dat daar ook het gedacht is... die kinderen hebben hun eigen verantwoordelijkheid in de straat. Maar het is toch wel lekker als je even kan zien... en denk van, nou, dit gaat goed. Die moeders en die vaders moeten zich natuurlijk inhouden. Maar dit is denk ik een goede relatie. Ja, dan over ruimte. Kijk, dit is een ruimte. Die is omvattend. Ik bedoel, wij bouwen tegenwoordig steden met allemaal objecten die los van elkaar staan. Maar ik denk dat we... Ja, je kunt natuurlijk nooit terug. Maar dat we nieuwe vormen moeten vinden... die dus omvattend zijn voor mensen. Dat is dus echt ruimte. Ruimte in de zin van een ruimte. Als je dat lidwoord ervoor zet, dan is het een ruimte. Ruimte is in het algemeen, als je zegt de ruimte... dan is het het heelal. En als je zegt... een ruimte, dan is het iets wat omvattend is. Aldo van Eyck, die had het in het algemeen wel bij het juiste eind van de stok. En hij had ook de goede stok, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar zijn ideeën waren vaak wat... versleuteld. Hij zei... architectuur... is de contravorm van het gemoed. En daar had hij natuurlijk ergens wel gelijk in. Alleen Joop Hardy, ook geen onbelangrijke man... die zei, ja, alles was een contravorm van het gemoed. Dat is gewoon een BH. Ja? Hij bedoelde waarschijnlijk het gemoed in een andere zin. Hij bedoelde waarschijnlijk misschien wat de Engelsen dan de moed. Het is de contravorm van het of mensen zich lekker voelen. En dat heb ik in mijn oren geknoopt. Daar denk ik over. Dus je hebt dus een ruimte en mooiere steden... stedelijke ruimte als dit. Ja, het is wel te vinden. Er zijn er een hele hoop te vinden. Maar deze is toch wel erg mooi. En het mooie hiervan is dat het echt helemaal daarvoor gemaakt is door Bernini. Bernini was natuurlijk een beeldhouwer. En die heeft dus echt dit... Het is als het ware een gebouw. Als gebouw gemaakte... omarming, bijna letterlijk, van menselijke bijeenkomst. Een groep mensen die komen om hun geloof te belijden, heet dat. Of om te protesteren. Of om te vertellen dat ze ergens met elkaar bedroefd over zijn. Of misschien juist hun vreugde te uiten. Dat is dus echt stedenbouw. Herman, mag ik jou vragen om... Ja, ik ben zo klaar. Dan stap ik weer even uit je ruimte. Ik heb nu 24 minuten gepraat. Ik mocht dus een half uur praten. Ik zal het niet volgen. Dan heb je nog 5 minuten. Dit is dus waarop ik op het spoor ben gekomen van... het begrip verandering. Deze plaatjes naast elkaar gezet... laten zien dat één constructie... die ooit gemaakt is... Oh, sorry. Shit. Die ooit gemaakt is om voor spelen... dat die ook helemaal anders geïnterpreteerd kan worden. Een heel andere...
heel andere ruimte kan worden. En tot een walled city, hoe zeg je dat? Een ommuurde stad kan komen. En nog zo'nzelfde amfitheater kan ook een plein worden. Kijk, dat is voor mij een idee hoe je moet werken. Hoe je de ruimte in je werk moet houden, dat het nog alle kanten op kan. En dan deze zaal waar we nu zitten. Nou, eigenlijk heeft Hedy mijn tekst daarover al min of meer uitgesproken. Hoe dat gebouw van zoiets tot zoiets wordt. En dat deze zaal dus als cocon daarin bewaard is gebleven. Ik maak het snel. En je ziet dus nu dat er andere cocons aan zijn toegevoegd. En hier zie je een tussenruimte. Dat noemen we dan foyer. Dat is een ruimte waarvan alles kan gebeuren wat niet vastgelegd is. Waar op de een of andere manier mensen van verschillende muziektradities elkaar kunnen ontmoeten. Waar je ook weer een concert kunt geven. En waar je dus op de een of andere manier, zou ik dat dan misschien tussenruimte willen noemen. Nou, dit is dan dus waar we op het ogenblik zijn. En ja, dat is dus echt wat je noemt een ruimte. En daar ga ik nu niet verder over praten, want ik heb geen tijd meer. Ik moet ophouden. En Hedy heeft bovendien het verhaal al erg mooi verteld. En ik wou dus eindigen met dit plaatje. En dat is dus een te letterlijke vorm van tussenruimte. Ik bedoel, dat is natuurlijk, maar als je ietsje dieper doordenkt, dan is het toch heel fantastisch hoe mensen altijd die plekken zoeken waar ze dus op de een of andere manier de vrijheid hebben. Die vrouwen, dat terras zat vol. En zij hebben natuurlijk gezegd, nou, dan gaan we daar zitten. En dat is eigenlijk een beetje het motto, dat we de dingen moeten openlaten, dat er in alles ruimte moet zitten. Zal ik het hierbij laten? Ja. Ja, sorry hoor, maar ik heb het toch redelijk gedaan. Ik heb binnen het half uur gehouden. Maar Hedy heeft langer gepraat dan het is. Herman, dank. Het is verschrikkelijk om de ruimte in te stappen als Herman staat te praten. We zijn nog uren naar hem kunnen luisteren. En dan kan ik zeggen, maar gelukkig is er een boek. En daar kun je heel veel lezen over de gesprekken met Herman, zijn ideeën van Herman, et cetera. Nou, over ruimte, daar kun je praten, maar je kunt hem ook beleven. En dit is een ruimte die natuurlijk vaak beleefd wordt in de vormen van theater, maar ook muziek. En ik wil graag Quirine Viersen, een van de beste cellisten, internationaal vermaarde cellisten die we hebben hier in Nederland, uitnodigen. En vragen, Quirine, of dat jij op het podium kunt komen. Quirine krijgt nu een signaal en gaat nu deze kant op. Quirine, voordat jij gaat spelen, jij hebt vaker in deze zaal gespeeld, in veel zalen gespeeld. En ik zou het fijn vinden wanneer jij even iets vertelt over het spelen in deze zaal, ter inleiding op de Bach-suite die je ons zo meteen gaat laten horen. Dus ik geef het woord aan jou. Dankjewel, Erik. Het is heel bijzonder om hier te staan. Het is 15 jaar geleden. Ik heb er heel veel gespeeld met de radioorkesten die helaas ook, waar er nog maar één van over is. Toch even een kleine steek naar de politiek. Wat deze zaal voor mij zo altijd bijzonder heeft gemaakt, ook als kind, is dat die
rond is. In de zin dat je inderdaad helemaal om je heen kan kijken en overal zitten mensen. Zitten mensen dichtbij, er zitten mensen ver weg. Maar als kind was het ook heel erg leuk om juist achter de zaal langs te kunnen lopen. Wat je dan ook heel graag deed. En ook juist het ronde en overal naar binnen kunnen. Er is niet maar één deur, er zijn heel veel deuren die naar deze zaal leidt. Ik sprak net even iemand, inderdaad, hoe ongelooflijk het is dat deze zaal, net als Hedy Dancona net zei, dat deze zaal behouden is gebleven. Want ik was heel erg geschrokken dat er hier verbouwd zou gaan worden. En heel, heel erg blij dat deze zaal intact is gebleven. Christine Brinkreven kennen Rick Huls en ik, mijn man, al zeker 12, 13 jaar. En op een gegeven moment sprak zij mij aan of ik iets wilde vertellen over de zaal in haar boek. Dat was nog nooit voorgekomen, dus dat was een enorme eer. En ik zei uiteraard meteen ja. En daarna kwam waar de boekpresentatie gegeven zou worden. En toen sprak zij mij, ja, het wordt waarschijnlijk Tivoli Vredenburg. Zou je misschien willen spelen? Daar hoefde ik geen seconde over na te denken. Jazeker, in deze zaal weer te mogen spelen. Is altijd een feest geweest voor mij. Maar toen ging het erover, wat ga je spelen? En voor mij was er maar één mogelijkheid, Bach. Maar welke dan? Want er zijn er zes. Dus ik vroeg ook Christine van, goh, kan je gaan luisteren? Wat vind jij er het beste bij passen? En omdat we het heel erg hadden over de openheid ook van de zaal die Herman Herzberger heeft gebouwd, zodat ook inderdaad het publiek eigenlijk, wat ik zelf nog hele kleine zijweg zo fantastisch vond, dat je vanuit het winkelcentrum de zaal inging. Dat vond ik een ongelooflijke, zoiets opens en zo makkelijk begaanbaar. Er zit geen drempel hier. En toen kwamen we eigenlijk uit op de derde suite, C groot. Want dat is de meest open toonsoort die er is. Dus vandaar dat het C groot is geworden. Nu ben ik iemand die altijd een oor ergens anders heeft. En ik zat achter naar alle mooie toespraken te luisteren en een beetje te spelen, zodat mijn vingers niet te koud werden. En merkte dat er een hele kleine tijdsdruk lag. En ik help altijd heel graag. Is misschien niet altijd even handig. Maar, Christine, vergeef mij. Ik ga de drie pijlers van de derde suite spelen. Dat is de prelude, de sarabande en de laatste, de gigue. Dank u. Thank you.
Thank you.
Eigenlijk past er dan een aantal minuten stilte om het echt te voelen en te laten indalen. Helaas hebben we een behoorlijke tijdsdruk. En dat is ook wat ruimte beperkt door tijd, daar hebben we mee te maken. Ik wil graag in gesprek gaan. Niet al te lang, maar wel met een aantal belangrijke spelers in het boek. En ik wil de gasten graag uitnodigen aan tafel. Dat is naast Herman en Christine Bram de Zwaan, emeritus hoogleraar sociologie. En Floris Alkema, de Rijksbouwmeester. Mag ik jullie vragen om aan tafel te komen? Voordat we in gesprek gaan, Christine zei tegen mij, zie Herman en mij als sidekicks. Dat betekent, ik ga even kijken wat dat precies betekent en hoe dat we dat gaan doen, maar daar gaan we vorm voor vinden. Kim Putters zou erbij zijn, maar zijn ouders hebben een 40-jarig huwelijksfeest en we gaan Kim zo meteen ook zien op het scherm, omdat ik een paar vragen aan hem heb voorgelegd. Hier aan tafel zit nu heel veel wijsheid en denkkracht bij elkaar. Een eer om deze mensen bij elkaar te mogen zien. En voordat we wat verder in gesprek gaan, wil ik toch eerst even vragen aan jou, Bram. Wat heb jij met Herman? Wat maakt dat een socioloog zo graag over Herman leest en ook inleidingen schrijft bij zijn boeken? Kun je daar iets over zeggen? Ja, Christine heeft het al gezegd natuurlijk. Herman is bij uitstek een sociale en sociologische architect. Dus je bent meteen bezig wat hij ziet zijn ontwerpen zijn bevolkt met mensen. En ik zit natuurlijk een beetje na te denken tijdens een bijeenkomst als deze. Hij heeft het over kinderen, maar hij heeft het eigenlijk ook over burgers in de oudste betekenis van het woord. Een persoon die verantwoordelijk is en die deel is van een gemeenschap. Ik zou eigenlijk willen zeggen, Herman is een burgerlijk architect, maar dat woord is wel helemaal, heeft zijn betekenis verloren. Maar het gaat over verantwoordelijke mensen in een gemeenschap. Het is een hele serieuze architect. Mag ik hier iets aan toevoegen? Ja, zeker. Ik zit de hele tijd naar dit gebouw te kijken. Dit is een buitengewoon polemisch gebouw. Oh. Ik vroeg, als het koninklijk paar komt, waar moeten die dan zitten? O jee. En als een diva de trap af wil komen in haar prachtige gewaden en dan nog even wachten tot een applaus verstomt
En dan toch nog maar een toegift geven onder daverende ovaties. Dat kan niet. Dus het is een anti-hiërarchisch gebouw. En toen zei ik tegen Herman, daar, dat is het Schellinkje. Hè, de plek waar vroeger voor een habbekrats arme studenten en artiesten de uitvoering mochten bijwonen. Het eerste wat Herman zei was, nee, dat is het niet. Alle plaatsen hier zijn gelijk. Dus het is een gebouw wat alle distinctie, alle hiërarchie eigenlijk tegenspreekt. En je moet eens denken aan de stad Schouwburg van Amsterdam, die een en al distinctie is, waar precies, hè, waar je kleine loges hebt, waar de grandes van de stad met hun tomboy of hun stoeipoes achter een gordijntje tijdens de voorstelling zich kunnen amuseren. Dat kan hier niet. Tant pis. Dus dit is, zou ik zeggen. En toen dacht ik, weet je wat dit ook had kunnen zijn? Het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Dat had gekund. Steeds voordat dat het was. Een zaal waar burgers namens andere burgers overleggen. Dus het is een hele polemische architect. En die kwaliteit hebben we hem opeens ook even vanmiddag gezien. Dus Herman had eigenlijk de architect moeten zijn van het nieuwe Tweede Kamergebouw, zeg je daar. Ja, dat zou kunnen. Ja. Herman, had je dat willen doen? Die nieuwe Tweede Kamer? Nou, ik ben niet zo gek op wespennesten. Wel een mooie structuur, toch? Maar had dit de Tweede Kamer kunnen? Als andere invulling van het gebouw. Ja. Ik vind het wel mooi wat je zegt. Ja. 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 Floris, ik ga even naar jou. Als Rijksbouwmeester, wat heb jij met Herman? Hoe kijk je daarnaar? Nou, ik ben behalve Rijksbouwmeester ook leerling van Herman. Ik ben een van die vele studenten geweest, een hele generatie studenten die bij hem college heeft gevolgd. En, de begeestering, waarbij voor mij inderdaad wat architectuur is, en dat zoek je natuurlijk als je aan je studie begint. Is dat invulling kreeg die totaal verrassend was. Hè? Waar Herman natuurlijk net ook al in zijn verhaal over ging. Hè? Het is niet de gebouwen, het is maar hoe gebruik je ze, met welke intentie maak je ze. En om toch Hedy ook tegemoet te komen. Ik vind esthetiek ook ontzettend belangrijk. Maar wat ik eigenlijk van Herman geleerd heb, is dat die esthetiek een bijproduct is van de goede intenties van de architectuur. En dan volgt de esthetiek vanzelf. Maar wel in die volgorde. En dus wat dat betreft ben ik ervan overtuigd dat we in Nederland ontzettend goede architecten hebben. Onze opleidingen doen wat dat betreft prima werk. Maar dat op het moment dat je niet weet waarom maak je een gebouw, van wie maak je het, met welke intenties maak je het, dat die prachtige architectuur totaal zinledig wordt. En dat is denk ik eigenlijk de boodschap van Herman. Hè? Van waarom doe je het? Hè? Ja. Wat voor leerling was Floris, Herman? Weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog. Ja, ja, ja. Heel klein boekje. Heel klein boekje ook. Heel erg ondernemende mensen. Ja, ja. Ja. Mooi. Maar je bent geen directe leerling van mij. Nee, ik heb toen wel een paar keer met de Indezems, hè, toen meegewerkt. Indezems, met Willy, ja, die grote hele dingen gemaakt. Krankzinnige constructies maakte. Maar ik had de hoe krijg je dat voor elkaar? Dat lukt nooit. Ja. En ja hoor, het lukte. Het is goed gekomen, ja. Ja. En mijn belangrijkste les was ook werk buiten de bestaande systemen om. Hè. Ik sprak ook met, omdat het thema waar Herman over schrijft zo breed is, ik sprak ook met Kim Putters. We hebben een uur met elkaar gesproken over veel thema's die het raken. En we hebben besloten om daar een kort stukje uit dat gesprek weer te geven op het scherm. En ik vroeg hem naar een aantal woorden die Herman regelmatig gebruikt. Het ging over transformeren, fermenteren en rijpen. Of dat nog wel kan in deze tijd. En we maken in dat gesprek, dat kort gesprek wat we zien, ook nog even een brug naar de scholen en het onderwijs en de betekenis daarvan. En daar wil ik zo meteen ook nog even wat verder over in gesprek gaan. Dus we kunnen even naar het fragment van het gesprek dat ik met Kim had. In het boek wat Christine heeft geschreven, daar citeert ze een aantal keren Herman. En die zegt dan transformeren, fermenteren en rijpen. Dat is belangrijk. En dan zegt hij, het gaat erom iets anders te zien, de onbevangen blik. Die onbevangen blik, als je nu kijkt naar ontwikkelingen in de samenleving, hè, dat transformeren, fermenteren en rijpen, is daar nog tijd voor?
Nou, het eerste wat bij me opkomt is echt nee. En dat is echt een groot probleem voor onze samenleving. Dus we staan weinig stil. Hebben heel snel meningen uit alle hoeken die voorbij komen. Of dat nu in de krant is of in talkshows of andere plekken. En echt het opzoeken van reflectie. En daar heb je nu eenmaal tijd ook voor nodig om te kunnen reflecteren. Is er betrekkelijk weinig. Als ik kijk naar de politiek in Den Haag, is het een continue rollercoaster, waardoor ook ambtenaren alsmaar moeten reageren op hele kortcyclische processen. Dus daar mis ik dat wel. Tegelijkertijd, dus daar zit een keerzijde, zie ik ook, bijvoorbeeld in de jongere generatie, heel veel zoektocht naar creativiteit. Je ziet jonge artiesten, kunstenaars, je ziet op scholen jongeren echt wel weer nadenken over de toekomst van onze samenleving. En of die misschien een beetje duurzamer en inclusiever kan zijn. Ja. Dan zie ik daar juist wel weer wat hij beschrijft. Dat je met elkaar eigenlijk letterlijk ook de ruimte moet zoeken om na te denken over wat voor soort samenleving wil je hebben. En ja, de ideeën daarvoor ontwikkelen en ja, de tijd nemen om daar naartoe te werken. Dat zie ik ook weer wel. Ja, maar onze systemen kennen betrekkelijk weinig momenten van pauze en rust. Ja. Jij noemt ook net de kunst, de betekenis van de kunst is toch wat in de samenleving soms wat naar de zijlijn gedrongen. En ook tijdens die coronatijd zag je daar wel wat discussie over. Hè? Van hoe groot is dat belang? Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, nou zeker als het om het coronajaar gaat, dan vind ik wel dat we letterlijk met onze neus op de feiten gedrukt zijn. Dat het evenwichtig kijken naar wat in het leven belangrijk is, dat blijkbaar een hele ingewikkelde opgave is. Dus we hebben de afgelopen periode gezien dat het epidemiologisch beeld van Nederland, het aantal besmettingen, dat toch wel heel leidend is. En dat al het andere in weging later kwam. Dus of dat nou is wat het betekent voor mensen sociaal in eenzaamheid, of voor het bedrijf, of gewoon ook voor hoe je beweegt in de buitenruimte. Het zijn allemaal dingen die pas vrij laat voorbij kwamen. En cultuur en kunst zijn daar ook een van. En nou, dat is eigenlijk een symbool van wat we daar net benoemden als er is zo weinig reflectie en rust. Dus het feit dat je dat als mens nodig hebt om stil te staan, verbeeldingskracht te ontwikkelen, om even net een blikwisseling te krijgen. Dat zijn bij uitstek dingen die kunst, cultuur, literatuur natuurlijk voor ons doen. Ja. En dat je ook kan helpen om aan crisis uit te komen en net een andere beslissing te nemen. Ja, dat heb ik het afgelopen jaar heel weinig gezien. Ja. Dus ik hoop ook eigenlijk dat zo'n crisis ons leert dat we dat misschien een volgende keer wat evenwichtiger kunnen aanpakken. Hoe zou je dat kunnen herstellen? Want er is een crisis. Eigenlijk twee vragen. Want je zegt, ik hoop dat die crisis ons dat leert. Hoe leren vraagt ook om vertraging, om reflecteren. Hoe zou je dat nu kunnen doen? Nou, kijk, we hebben nu gezien dat een outbreak management team ons heel goed kan adviseren waar het gaat om hoe besmettingen en een virus door de samenleving gaat. Nou, als planbureaus hebben wij geprobeerd om ook in beeld te brengen wat het voor mensen en hun psychisch welbevinden bijvoorbeeld betekent. Maar tot op heden hebben we bijvoorbeeld niet kunstenaars gevraagd of architecten over hoe je eigenlijk een samenleving ook creatief zou kunnen mobiliseren om met elkaar in crisistijd met elkaar om te gaan, buitenruimte misschien anders te benutten. Terwijl ook in deze crisis ruimte een hele belangrijke was, gek genoeg. Hè? Want we moesten 1,5 meter afstand houden. Ja. Hele bedrijven en horeca, et cetera, sectoren moesten anders worden ingericht. Maar we hebben veel te weinig, denk ik, gebruik gemaakt van mensen die nou juist daar verstand van hebben. En ons ook op andere ideeën kunnen brengen. Het is in het begin van de crisis wel even voorbij gekomen. Hè? Van zouden we niet kunstenaars ook in het outbreak management team moeten zetten? Nou, misschien zouden we dat dus nu anders kunnen doen. En misschien moet dat niet allemaal in één team hoor. Maar gewoon laten we eens even kijken of je een blikwisseling kunt krijgen op de besluiten in een crisis. Ja, mooie gedachte. Als ik nog even naar een ander thema van jou. Het gaat over die inclusiviteit, inclusieve samenleving. Dat gaat uiteindelijk denk ik ook over de ontmoeting. Als je weer even vanuit het perspectief ruimte kijkt. Hè, waar zou je dat beter werkend kunnen krijgen? Of hoe dan dat nu gaat? In termen van... Ja,
Ik zal een heel concreet voorbeeld geven. Dat is wat mij betreft de school. Maar ik maak één tussenstap. Omdat ik denk dat de ruimte in onze samenleving, die is inmiddels virtueel en fysiek. Want als we het hebben over bubbels of gescheiden werelden, waarin verschillende groepen in de samenleving eigenlijk ook langs elkaar heen leven, dan is dat online heel sterk het geval. Je hoeft maar naar de social media te kijken. Maar een deel van de samenleving zit daar ook echt niet op. Hè. Politiek heeft zelfs de neiging om te regeren via Twitter, zal ik maar zeggen. Maar ik denk wel eens bij mezelf, ze vergeten een beetje dat een deel van de samenleving helemaal Twitter niet opkomt. Dus verruim je blikveld. En dat zijn een beetje de bubbels. Misschien ook dat niet iedereen op dezelfde platform zit. Dus opleidingsniveau is een belangrijke scheidslijn in de samenleving die tot gescheiden werelden leidt. Hetzelfde geldt voor mensen met of zonder een migratieachtergrond. En dat vindt sterk plaats in de virtuele wereld. Dus daar vindt weinig ontmoeting tussen mensen en opvattingen plaats. Het zijn gelijkgestemden die elkaar opzoeken en die elkaars opvattingen versterken. Maar het is ook fysiek. Wij hebben recent als Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoek gedaan naar segregatie in het onderwijs. En gezien dat er de afgelopen jaren een sterke tendens is naar aparte scholen. Dus kinderen moeten sowieso in Nederland vrij vroeg hun vervolgopleiding kiezen naar de basisschool. Dat doen we internationaal gezien ook heel vroeg. Over ruimte gesproken. Kinderen krijgen vrij weinig ruimte in Nederland om hun talent te ontdekken. En op jonge leeftijd de goede keuze te maken van is daar nou een match? Dus er vindt in Nederland ook veel mismatch plaats. Kinderen komen er in de loop van hun voortgezet onderwijs achter dat ze toch beter een andere keuze hadden kunnen maken. Dus daar is al meer ruimte nodig. Wij pleiten als SCP ook voor een wat langere brugperiode. Zodat kinderen iets meer ruimte en lucht en reflectie hebben om na te gaan wat ze echt willen en leuk vinden. Maar in die keuze zien we ook dat er sterk gestuurd wordt op apart onderwijs. Dat wordt ook door ouders vaak gestimuleerd. Dus ouders willen hun kinderen bijvoorbeeld echt op een VWO-school of op een gymnasium. En liefst geen VMBO-onderwijs daarbij hebben. Dus je ziet dat dat sterk gescheiden is. Vooral in de steden komen kinderen elkaar letterlijk niet meer tegen. Dus waar je nog zou zeggen, je kunt ook samen sporten. Je kunt samen muziekonderwijs krijgen. Je kunt samen op het schoolplein elkaar spreken. Letterlijk, een ontmoetingsplek op het schoolplein. Dat was natuurlijk het idee van de brede scholengemeenschappen. Dat is steeds minder het geval. En je ziet ook dat letterlijk in het bouwen van de scholen er segregatie plaatsvindt. En dat dus ook kinderen sterk gescheiden worden. Dus je ziet dat VMBO-leerlingen zelden nog een HAVO of een VWO-leerling tegenkomen. Nou, dat leidt tot segregatie en dus ook tot weinig gesprek en ontmoeting. En dus op jonge leeftijd ook al scheiding van vriendennetwerken. Nou, dat is, denken wij, op termijn werkt dat voor een samenleving niet goed uit. Het kan polarisatie in de weg zitten. Het kan ook het wederzijds begrip voor elkaar ook in de weg zitten. Want er is een sterk verband ook tussen het opleidingsniveau van ouders en de school die kinderen uiteindelijk kiezen of waar ze naartoe gaan. Dat is een sterk. Dus je ziet dat kinderen met academisch geschoolde ouders de grotere kans hebben om uiteindelijk ook naar VWO, gymnasium en de universiteit te gaan. En kinderen uit mbo-huishoudens vaker richting VMBO, mbo gaan. Dat heeft natuurlijk niet iets met talent aan zich te maken, maar gewoon met de wereld waarin kinderen opgroeien. Dat is van alle tijden, maar precies die gezamenlijke ontmoetingsplekken, die laten kinderen ook die andere werelden zien. Zodat ze ook voor zichzelf kunnen ontdekken van, hé, dat vind ik ook interessant, daar zou ik wel eens wat meer van willen weten. Zo is het bij mijzelf gegaan. Ik ben zelf begonnen op de MAVO en ik zat op een brede scholengemeenschap. En ik heb langzaam maar zeker mijn eigen motivatie om te willen leren, boeken lezen geweldig te vonden en te vinden. En ik vind nog steeds de scheepvaart prachtig, waar mijn familie uitkomt. Mijn broer is schipper, mijn vader, mijn opa was het. Ik ga graag mee, maar ik wist ook, dat wil ik niet. Ik vind die boeken leuker. Ja. Nou, ik denk zelf dat ik er veel aan gehad heb. Door ook ontmoeting te hebben met kinderen en anderen uit andere werelden. Dat is een mooie link ook weer met dat boek over Herman Hertzberger, die veel scholen heeft ontworpen en waarin juist ook die ontmoetingsruimte een heel belangrijk. Ongelooflijk belangrijk, zeker voor jonge mensen die de wereld aan het ontdekken zijn en er juist op school achterkomen dat
het ook anders kan. En dat er kinderen zijn die uit hele andere gezinnen met andere achtergronden komen. Dat leer je op school. Ja. En natuurlijk soms op de sportvereniging of elders. Maar dat zijn de plekken waar je het verschil in de samenleving kunt leren ontdekken. En daar moet je fysiek ook letterlijk de ruimte voor hebben om dat te doen. Dus je hoeft ook niet met z'n allen in één klas te zitten. Ja. Maar alleen al het feit dat je elkaar op het schoolplein tegen kunt komen, of dat je met elkaar sport, dat alleen al kan heel erg waardevol voor je verdere carrière, maar ook voor je leven zijn. Ja. Oké, dat was een 10 minuten gesprek uit een lang gesprek met Kim Putters over architectuur en ruimte. En een belangrijk begrip wat hij noemt als directeur van Sociaal Cultureel Planbureau is het, je zou kunnen zeggen, een nieuw sociaal contract. Het gaat ook over inclusie. En mijn vraag hier aan tafel is ook, hoe kun je vanuit de architectuur, vanuit het inrichten, invloed nemen op die, laat ik zeggen, die nieuwe samenleving en het organiseren en inrichten van inclusie. Floris, mag ik daar eerst eens even voor naar jou gaan? Nou, ik denk dat veel aspecten van die sociaal-maatschappelijke vragen uiteindelijk ook ruimtelijke vragen zijn. Hè? En Herman heeft dat ook weer heel mooi laten zien, dat de keuze die een architect maakt van hoe richt ik een woonomgeving in, dat heel direct het leven van mensen beïnvloedt. En ik vind een van de interessante aspecten van deze coronatijd, dat we beginnen te herkennen hoe belangrijk die directe omgeving is. En waar Kim Putters het ook over heeft. Hè? Waar zijn nou de plekken van het fysieke informele contact? We hebben nu met de corona de triomf van de online wereld meegemaakt. Hè? Online en Teams en et cetera. En tegelijkertijd voelen we hoe arm die online wereld is als je geen echt contact hebt. Hè? En ik had het er ook al even met Hedy Dacona over van dit soort bijeenkomsten. Hè? Mensen beginnen weer naar elkaar te verlangen. Dat is eigenlijk een soort fantastisch bijproduct van deze crisis. Maar het besef dat als je als architect en als ontwerper niet voldoende aanleidingen biedt om op een vanzelfsprekende manier elkaar te ontmoeten, dan gebeurt het ook niet. Hè? Ik heb zelf heel veel ook in Amerika gewerkt en daar zie je wat dat betekent. Hè? Als zo'n maatschappij gesegregeerd is en je elkaar letterlijk gewoon nooit meer tegenkomt. Hè? En dat hebben we gelukkig in Europa en zeker in Nederland absoluut niet in die mate. Maar het is wel iets waar je van bewust moet zijn. De erosie van het publieke domein. En persoonlijk heb ik altijd een enorme aversie tegen bijvoorbeeld de poortjes in onze stations. Hè? De enige plekken waar je als stad over de spoorlijnen met stadsdelen verbindt. En daar komen dan de poortjes. Hè? Het zijn dus dat muren die we in onze stad bouwen, gericht op uitsluitingen. En natuurlijk willen we niet dat onze conducteurs in elkaar geslagen worden. Maar het feit dat je zulke belangrijke ruimtes, publieke ruimtes, uitsluit voor een hele grote groep mensen, dat is iets waar we ons voortdurend van bewust moeten zijn. Hoe maak je een stad? Voor wie maak je de stad? En hoe richt je de openbare ruimte in? Dank. Christine, even naar jou ook veel geschreven en nagedacht over diversiteit en inclusie. Heb je op dat punt ook een verbinding gevonden in het denken van Herman, in de gesprekken met Herman? Ja, heel duidelijk. En eigenlijk wat Floris nu ook aangeeft. Hè, als je het belang van publieke ruimte, elkaar terloops ontmoeten. Het is het kernstuk ook van het denken van Herman. Daar hebben we natuurlijk jaren ook over gehad. Terloops elkaar tegenkomen. Maar ook al die plaatsen in een stad zoals bibliotheken of speelplaatsen of pleinen. Het belang van pleinen. En daar ontmoeten die vakgebieden elkaar natuurlijk prachtig. En wat je ook doet als je dat segregeert, hè, als je die plekken losmaakt, of als je gebouwen ziet als losse elementen en niet nadenkt over veel van onze gesprekken gingen ook over de ruimte in de stad is niet eens de buitenruimte en de zee, maar de stedelijke ruimte. En wat je doet door ruimtes en blokken zo neer te zetten dat er een ruimte ontstaat. En dat de gebouwen, en dan inderdaad gaat het niet alleen om die schoonheid van die gebouwen, maar om de plaatsing van die gebouwen, zodat dat ruimte geeft aan mensen die daar kunnen zitten en spelen en praten. Dus ja, het is een prachtig voorbeeld van
Herman veel scholen ontworpen. In een inleiding van een van de boeken over scholen heeft Bram een inleiding geschreven. En ik herinner me, Herman, dat jij ooit gezegd hebt: orde mag alleen bestaan om vrijheid mogelijk te maken. Ik vind het wel interessant om eens even door de ogen van de socioloog naar die uitspraak te kijken. Orde mag alleen bestaan om vrijheid mogelijk te maken. Bram. Prachtige formule. Ik heb hem echt meteen in mijn oor geknoopt. Hè. Orde mag alleen bestaan om vrijheid mogelijk te maken. Ja, dat is een waarheid als een stier. Prachtig. Maar het betekent ook dat je dus zonder die ordening is geen vrijheid mogelijk. Als je ziet, we hebben het er even, wat kan architectuur doen om een aangenamer en een warmer, creatiever soort samenzijn in een samenleving te creëren? Natuurlijk iets, maar niet zo heel veel. Er is ook onderwijs en de rechtsstaat en de ordenende macht van de staat, de politie. En als dat er allemaal niet is, dan kun je eigenlijk ook niet je vrij bewegen. Maar architecten kunnen iets daaraan doen. Ik denk ook dat op dat moment dat ik dat stuk schreef, ontving Herman de grote oeuvreprijs voor de architectuur. En daar zei hij, ik wil mensen verheffen. Maar daar was hij heel erg verlegen over dat hij dat wou. Nou is dat natuurlijk de grote beweging geweest van de ARP, de gereformeerden, van de katholieken en van de sociaaldemocraten, wilden de mensen beter maken. Ik vind het een heel goed idee om mensen beter te willen maken. Terwijl artsen willen mensen ook beter maken. En Herman is een artsenkind. Herman, waar kwam die verlegenheid? Nog even over die stroom. Ja. Ik denk dat hij wilde verheffen, maar dat hij het idee heeft, anders dan de verheffers, dat het al in de mensen zit, dat zegt hij ook vaak, en dat je een situatie moet creëren waarin je, dat zijn jouw woorden, het uit ze kan halen. Per via di levarno, per via di porre, zegt Leonardo da Vinci. Je moet het als beeldhouwer er niet inzetten, maar het uit de steen halen wat er al in zit. En dat is eigenlijk emancipatie. Dat is dat mensen zichzelf gezamenlijk verheffen en dat naar buiten kunnen brengen wat ze alle tijd hadden. Dus ik denk dat het best misschien een goed woord is, niet zozeer een verheffer, maar een emancipator. En dat kan nooit zonder dat de betrokkenen dat zelf, daarin zelf meedoen. Sorry, dat wou ik er even aan toevoegen. Herman, doe die woorden van Bram jou recht. Ken je daarin? Ja, fantastisch, ja. Ja, ik wou... Geef je mij het woord op? Ja. Ik heb gezegd, orde mag alleen bestaan om vrijheid mogelijk te maken. Ik wil het nog wat aanscherpen. Je kunt eigenlijk alleen maar vrijheid maken wanneer er orde is. En dat wil ik dus als voorbeeld wil ik het voetbalspel daarvoor gebruiken. Namelijk, bij voetbal heb je een aantal regels. Je hebt witte lijnen en daar, je kunt buitenspel en je mag elkaar niet onderuit halen enzovoort. En dat is nou juist de stimulans voor mensen om zich de vrijheid te verwerven om iets goeds met die bal te kunnen doen. En je hoort het ook de commentatoren altijd zeggen van hij loopt vrij, hij heeft nu een vrije positie enzovoort. En dat is een soort van vrijheid die natuurlijk rekening houdt met elkaar. Er is natuurlijk ook die bekende afgezaagde uitspraak dat ieders vrijheid houdt op waar de vrijheid van een ander begint. Dat is niet zo. Hè? Dat is een volkstuintjesbegrip van vrijheid. Het is toch wel heel belangrijk. Het is een ander soort vrijheid. Leg dat uit. Ik denk dat je vrij kunt zijn doordat andere mensen ook vrij zijn. Ja. Het is niet zo dat mijn vrijheid ophoudt bij de jouwe. Wij praten nu vrij met elkaar. Dat is wat anders. Ja. Maar er is dus ook een andere vrijheid. En dat is de vrijheid van de tsunami. Of van de ramp die dus gewoon zijn gang gaat. Maar dat is niet het soort van vrijheid
Waar wij, dat is in feite chaos. Ja, dat is ook zo'n uitspraak. De vrijheid van de leeuw is de dood van de lam of zo. Hè? Dus het veronderstelt ook nog wel iets anders. Maar dat is een heel boeiend thema. Daar zouden we heel lang over in gesprek kunnen gaan. Ja. Ik ben ook beperkt in de tijd, want die vrijheid is sterk beknot. Ik wil naar een laatste vraag die ik ook weer koppel aan iets wat jij hebt gezegd, Herman. Even vrij vertaald, van je moet niet alleen muren maken, maar ook vensters. Het gaat over muren, dat is eigenlijk het thema waar we nu ook over hebben, maar ook over vensters om naar buiten te kunnen kijken. Naar die toekomst. Wanneer je naar de nabije toekomst kijkt, door dat venster, en naar de ontwikkeling van de samenleving op dit moment. Als ik ieder van jullie even kort mag vragen om ter afronding van dit gesprek daar nog een paar zinnen over te zeggen. Wat zie je dan? Je kijkt naar dat venster vooruit. En wat zie je als belangrijke ontwikkelingen gebeuren? Floris. Nou, het is duidelijk, hè? Herman zei al, ik ga niet over het klimaat beginnen. Hè? Maar dat is natuurlijk de grote existentiële vraag die ons nu allemaal bezighoudt. En ik denk dat de komende decennia ontzettend leuk worden. In de zin dat we gaan nu... Leuk. Okay. In de zin dat we nu aan de echte wereld gaan werken. Met echte, belangrijke, relevante thema's. En de grote rol die ik voor ontwerpers weggelegd zie, is als specialist in verandering tonen hoeveel winst er te behalen is met dat wat we nu moeten gaan doen. En dat we als ontwerpers een verlangen naar die verandering oproepen. En als dat verlangen er is, dan komt verder alles in een stroomversnelling. En dat heeft met verbeeldingskracht te maken. En dat is een kracht die ontwerpers in zich dragen. En die nu, net als bij de wetenschap, meer dan ooit nodig is. Dankjewel. Herman. Ja, ik denk dat we moeten leren te concentreren. Al die buitenwijken die we gemaakt hebben met al die tuintjes waar je kan barbecuen en al die toestanden. Ik weet niet, ik ben geen man van directe getallen bij me, maar wat zou ik zeggen, 30 woningen per hectare. En ik denk dat we naar 300 per hectare moeten en... Floris heeft daar iets heel interessants over gezegd in zijn zomergastenprogramma. Dat wij gewoon niet meer het aantal woningen moeten tellen. Ik zeg het in mijn woorden. Nee. Maar dat we moeten kijken hoeveel gezinnen je in een woning kunt onderbrengen. Ja. En dat soort dingen, dat is concentreren. Er wordt nog altijd gepraat over groei. Laten we nou eens praten over krimp. Dat lijkt me de opgave. Dat is een opgave, in jouw ogen. Kijk even naar Bram. Krimp. Krimp en geef geen krimp. Ik wil een... Jij geeft geen krimp. Nee. Ik geef geen krimp bij krimpen. Ja. Maar ik wil een Horatio Prodomo, een pleidooi voor het gebouw houden... Herman heeft een aantal heel bijzondere kantoorgebouwen ontworpen en gerealiseerd. En die zijn nu aan het verpieteren en in een bedreigde positie. Maar het waren bijzondere gebouwen omdat ze van volstrekt andere ideeën en uitgangspunten uitgingen dan andere kantoorgebouwen. En kijk nu opeens er eens naar met het oog van het post-corona-tijdperk. Waarin we thuis gaan werken en soms maar een paar dagen. En waar het nou precies gaat, waarom zou je in godesnaam van huis nog naar je werkplek gaan? Om andere mensen fysiek te ontmoeten. En daar had Herman Hertzberger het van aanvang. Dus ga nu eens kijken naar deze gebouwen als post-corona transformabele ontmoettreffpunten. En treffen en getroffen zijn, dat lijken mij de twee ideale woorden voor zijn gebouw. Mooi, dank. Herman als architect van de ontmoetingsruimte. Tijd vooruit, Herman. Christine, ja. Jouw blik naar voren. Nou, als ik door dat venster kijk, zie ik behoorlijk veel ellende. En de rampen die komen, het klimaat. Maar ik ga heel graag mee. Ja, ik ben ook wel verslaafd aan hoop. Ik ga graag ook mee met Floris. En ik denk ook als het besef groot genoeg is dat er echt iets moet gebeuren. En dat er niet al te veel tijd is. En
als we de krachten, de creatieve krachten kunnen bundelen, en daar vind ik jouw werk ook zo interessant in, natuurlijk echt de tussenruimte, de ontmoetingsplaatsen. Dus niet al die vastgehokte, vastgepinde disciplines, maar contact is natuurlijk ook het sleutelwoord. Als die energie en die verbeeldingskracht, en ja, haal er kunstenaars bij om andere ontwerpen te maken, dan zie ik wel een... Dan zie ik een heel ander beeld dan de rampen. Maar ik denk dat daarin ook een van de belangrijke dingen, de relevantie van jouw werk is. Dat je dat zo vroeg gezien hebt. En dat begon met het wegwerken van de koffiejuffrouwen in het grote tussenruimte in centraal beheer, waar mensen elkaar ontmoeten en gewoon vroegen, wat doe jij en waar ben jij mee bezig? Waardoor nieuwe ideeën konden ontstaan en de belangstelling. Dat is echt contact. Maar dat kan je natuurlijk ook uitbreiden, wat jij ook doet in jouw boek, Floris. Naar grotere tussenruimte en de verbindende krachten tussen disciplines, vakgebieden, domeinen. Dus ja, dan als ik door het venster kijk, zie ik soms ook wel iets moois ontstaan. Christine, dank je wel. En er staat nog veel meer in het boek. Dus het is hiermee ook de uitnodiging. We gaan zo meteen naar de uitloopfoyer, waar het boek te koop is en gesigneerd kan worden, et cetera. Maar dat gaan we niet doen voordat ik iedereen aan de tafel heb bedankt voor de aanwezigheid. En Herman, jij wilde graag nog een paar afsluitende dankwoorden zeggen ter afronding van de middag. Dus daarmee geef ik het woord ter afsluiting aan jou. Ja, ik ga erbij staan. Ik heb al gezegd, al uitdrukking gegeven, hoe geweldig ik vind dat jullie als vrienden allemaal hier aanwezig zijn. Ik ben echt helemaal overdonderd daardoor. En ik wou jullie allemaal enorm bedanken. Ik vind het eigenlijk heel erg droevig dat het boek nu verschenen is. Want dat betekent ook een eind aan onze fantastische gesprekken. Je hebt mijn hoofd geopend, Christine. En erin geroerd en er van alles uitgehaald. Ook dingen waarvan ik niet wist dat ze erin zaten. En ja, dat is heel jammer dat het nu ophoudt. Maar ik ben wel blij dat er dan iets van in dat boek is terechtgekomen. Ik wou je dus heel hartelijk bedanken voor al het werk dat je gedaan hebt. En is Eliane in de zaal? Oh ja. Waar is Eliane? Ja. Als het er is, moet ze zich niet verstoppen, maar moet ze ook even komen. Waar is ze? Kom op. Kom naar voren. Kom op. Ja. Ik hoor gepiep. Nou, kom op. Ik heb geen... Robert, wat een mooie, mooie grote retentie. Ja, ja, ik... mijn vrouw Hans zou gezegd hebben, waar zijn de bloemen? En die gedachte is overgegaan in mijn nageslacht. Ja, heel goed. Nee, heel goed. Heel goed laten. En nu hebben mijn kleinkinderen, nou klein, klein wil ik nou ook weer niet zeggen, hebben dus nu voor bloemen gezorgd. Maar ik zie niet iedereen. En Quirine is ook verdwenen. Waar is zeggen? Ah, daar is het. Ik wou namelijk zeggen dat ik dat boek zo niet alleen mooi van tekst, maar ook van inhoud en de hele fijne manier waarop je die afbeeldingen als herfstbladen door het boek hebt gestrooid. En dat is echt fantastisch. En nou, eerst krijg je er één, misschien worden er nog twee. En... Ja, ja, Christine. Jij krijgt dank ook je, Herman. Een bloem. Nou, jij ook dan maar. Dat is nu niet meer een bloem. Prachtig.
Nou, vooruit. En waar is Hedy? Is die naar huis? Nee. En waar is Jurien gebleven? Is die er niet meer? Ze is backstage. Jurien is backstage. Ja, maar daar gaan we niet op wachten. Dank je, ik geef het Quirin. Wie heeft er nog meer het gevoel recht te hebben op een bloem? Ik wou het, dit is het muziekcentrum... Hij komt je toe. Ook, ja. Hè? Hij komt jou toe. Ja. Mij? Ja. Oh, nee. Heel goed, Hans. Ja. Ja. Prima. Ja. Sta je er nog? Voor de fantastische organisatie. Dat wij in deze zaal hebben mogen zijn. En dat jullie dit allemaal zo goed gedaan hebben. Nou, ik weet niet goed meer wat ik nu... Dan gaan we naar de uitloopfoyer. En dan hebben we gelegenheid om het boek te kopen, te laten signeren, et cetera. En de medewerkers van Tivoli die gaan u helpen naar de ruimte waar we naartoe gaan. Dank u wel. Ja.